Ger Vermeulen is de naam. Ik woon al, ik geloof nu al bijna 50 jaar in Almelo. Heb hier van alles en nog wat gedaan. Ik ben oud-rechter en zit nu in de gemeenteraad. Wat is de reden dat u zich verkiesbaar heeft gesteld voor de gemeenteraad van Almelo? Ik heb een groot Almeloos hart. Ik ben dol op deze stad. En ik vind mijn hele leven al, dat kun je in de gemeenteraad, kun je daar wat aan doen. Kun je daar uiting aan geven. Dat kon ik nooit. Als rechter mag je niet in de gemeenteraad zitten van de stad waar je ook woont en waar je rechter bent. En toen ik gestopt was als rechter, had ik alle ruimte. Vandaar. Waarom voor de VVD? Ja, ik ben mijn hele leven al liberaal. De uitgangspunten van de VVD spreken mij toch het meest aan. Dus het vrijheidsgevoel. Voor welke punten of onderwerpen maakt u zich sterk? Ik heb in mijn portefeuille heb ik cultuur. Want ik vind dat Almelo al heel veel jaren toch wel iets te weinig aan cultuur doet. Dus ik heb besloten dat ik daar maar sterk voor wil maken. Dus dat ben ik aan het doen. Maar aan de andere kant ben ik ook voor de bedrijvenparken. Ik heb me ook heel sterk gemaakt voor XL2 en dat blijft zo. Wat zou er volgens u op cultureel gebied in Almelo verbeterd of veranderd moeten worden? Er zijn heel veel culturele instellingen hier die allemaal vreselijk hun best doen om te overleven. En allemaal overleven kan denk ik niet, maar je kunt wel keuzes gaan maken. Ik heb me laatst druk gemaakt voor het Stedelijk Museum bijvoorbeeld. Die willen verhuizen naar het Hofkeshuis. Ik ben ook voorzitter van Heracles geweest, dat is ook een vorm van cultuur. Nou, Heracles heeft het al jarenlang heel goed gedaan. Dus nee, dat wil ik niet zeggen. Maar het denken is niet eerst cultuur. Het denken is eerst economie, geld verdienen en niet cultuur. Want cultuur kost eigenlijk altijd geld, hè? Levert nooit wat op. Maar het is zo belangrijk voor het welzijn van je stad. Hoe is het raadswerk u tot nu toe bevallen? Ik vind het nog steeds leuk. Ik vind soms dat er wel heel veel wordt gesproken over niks. Maar dat hoort er kennelijk bij. Wat vond u lastig of moeilijk tot nu toe? Nou, ik vond de begrotingsbehandeling die we pas achter de rug hebben, vond ik heel lastig. Dat zo'n begroting is niet niks. En dan is het wel de kunst om daaruit proberen te halen waarvan je denkt dat is belangrijk. U bent onder andere rechter geweest in uw werkzame leven. Waaraan moest u het meest wennen? Nu ik niet meer rechter ben? Ja, nu u in de raad zit. Ja, dat klinkt, ik denk dat u die vraag bewust stelt. Kijk, ik mocht altijd zeggen wie er gelijk had als rechter. En dat is, dat doe je naar eer en geweten, dat begrijpt u. Maar dat was natuurlijk wel een mooie positie. En als ik hier zeg hoe het zit, dan kijken mensen me aan van, ben ik er helemaal niet met hem eens? Daar moet ik wel even aan wennen.